Mijn reis is begonnen. Ik ben op een rare plek om mijn reis te beginnen. De gedenkplaats Dachau is dus eigenlijk het oude concentratiekamp, maar dan met een museum erin gebouwd. Ik kom net mijn vliegtuig uitgestrompeld, dus het landt bij mij nog niet helemaal. Maar ik heb wel al groepjes jongeren, Nederlandse jongeren zien rondlopen. Ik hoorde zelfs op een gegeven moment hardop mensen het Onze Vader bidden. Dus blijkbaar voelen zij hem wel. En nu zijn ze op weg naar een viering. Nog een leuk feitje. De Wereldjongerendagen gaan over de weg van barmhartigheid. Maar ze hebben er dus nog eentje die protestanten niet kennen. De doden begraven. Ja, ik relateer dat wel aan zo'n concentratiekamp. En ik ben dus ook heel erg benieuwd of de jongeren daar zelf dan ook iets bij bedenken. En wat het voor hen betekent om de doden te begraven. Ik ben nu op weg naar de viering. Ik ben benieuwd waar ze het over gaan hebben.